Deze week in de Sportvlog gaan we wandelen, jawel, in de Hasseler S. Namelijk waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. De Hasseler S was vroeger een groot boerderijlandschap. En sommige boerderijen zijn nog zichtbaar, zoals hier achter mij. Maar goed, er zijn ook talloze meterkastjes. Ik geloof nu in totaal 19 en dat gaan er meer worden. Met tekeningen van Jo Nix. Ja, het is geen DJ, maar het is een tekenaar geweest en die is 101 geworden. En hij is recent overleden, maar het is een meneer die heel veel betekend heeft voor Hengelo. En dat is wel interessant, langs die wandeling kom je langs allerlei punten. En op de meterkaartjes zie je de tekeningen en ook een beschrijving wat daar vroeger allemaal stond. Goed, daarover sprak ik met Arjen Hogevast van de Wijkraad over dit initiatief. Dus deze week gaan we wandelen in de wijk Hasseler S. We staan inmiddels in de Hasseler S bij dit soort mooie kastjes. Hier naast mij staat Arjen, de initiatiefnemer, onder andere denk ik. Ja, met de Wijkraad is dus initiatiefnemer, maar het idee... En jij weet alles van deze kastjes? Bijna wel, ja. En hoeveel kastjes staan er inmiddels? 19 van dit soort kasten, beplakt met tekeningen van boerderijen die hier vroeger gestaan hebben. En goed. Die boerderijen, staan die ook echt op de plek waar ze eerst stonden? Zoveel mogelijk, ja. Als we ergens een tekening gaan op de kast gaan beplakken, dan zoeken we in het archief van de tekeningen die er zijn, maakt wel niks. We hebben het nog wel even over. Zoeken we eens een tekening bij van de boerderij die hier vlak in de buurt gestaan heeft. Echt exact hier, dat zal niet lukken. Deze boerderij is Geluk, die daar ziet staan. Die heeft iets verderop gestaan, vlakbij het tunneltje daar. Iets tunneltje, Geluk. Oké. Dat proberen we dus wel. Ja. En daar verderop staat een ander kastje. Ja. En die stond dan op de plek van de kinderdagverblijf. Daar staat de Schothorst. De boerderij de Schothorst. En die school heet ook zo. Verderop met het Schuppert. En hoeveel kastjes hebben jullie inmiddels? 19 stuks. En er komen er meer bij? Er komen er meer bij, ja. Er komen er binnenkort er twee bij. Ja. We breiden het allemaal uit. Ja, wat fantastisch. En hoe komen jullie op dit idee? Wat ik al zei, de omgeving hier die stoorde zich aan de graffiti die erop zat. Dat werd allemaal erger. En zij gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Gevraagd aan de buurt soms, wat wil je erop hebben? En er kwamen telkens verschillende ideeën. Geen uniform idee. Dat is vanuit de wijkraad bedacht. Als we nou die tekeningen gebruiken van... uit het bestand van Jo Nix. Daar hebben we er meer dan 100 van. En dan kunnen we, het zijn allemaal verschillend, maar allemaal toch hetzelfde idee, hetzelfde soort. En daarmee zijn we aan de gang gegaan. Dat waren zwart-wit tekeningen. Maar mijn dochter studeerde in Aki, die heeft als studente, heeft zij die tekeningen gekleurd. Goed, de tekeningen die zijn dus gemaakt door kunstenaar Jo Nix. Ja, hij heet echt zo, Jo Nix. Maar wat voor man was Jo Nix? Jo Nix, geboren in 1917, was komt uit een spoorwegfamilie. Hij was jong al, had hij tekentalenten, schildertalenten en was al geadviseerd om naar de kunstacademie te gaan. Maar er kwam de oorlog tussen. En je moest daar de HBS voor hebben. En dat lukt allemaal niet, blijkbaar in die tijd. In de oorlog is hij de werkzaam geweest bij het spoor. Vanuit dat spoor is hij na de oorlog bij de vakbondswereld terechtgekomen.
Maar hij heeft altijd een historie, een tekenen en schilderen is hij blijven doen. Vooral tekenen en schilderen, dat was een grote passie, dat is hij blijven doen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij als vakbondsbestuurder, zat hij in het vakbondsbestuur. Hier in Hengelo? In Hengelo, ja, regio. En daar heeft hij ook het Heim opgericht. Historisch centrum, technisch centrum van de techniek in Hengelo van het Heim. Wat nu zeg maar de OIFO is? Ja. Even voor de mensen die het niet weten, de OIFO is zeg maar het Heim, de kunstschool en CREA. Ja, alles bij elkaar. Alles bij elkaar, maar vroeger was dat dus het Heim. Ja, het Heim. Ja. En dat heeft hij opgericht. Dus het is een man die in de historie en met kunst altijd heel erg verbonden is geweest. En het sociale, dat ook wel natuurlijk van het bestuur. Dus het was naast een hele goede tekenaar ook wel een hele bijzondere historische man voor Hengelo. Zeker wel, ja. Ja, mooi. Ik ben zelf hardloper, een wandelaar. Ik dacht, wat is er leuker om die te verbinden met een soort wandelroute. En daar een mooie route van te maken. Die route gaat ook langs andere highlights in de wijk. Dus niet alleen deze kasten, maar ook langs andere markante punten. Oké, okay, ja goed, het linkje van de route die plaatsen we wel hierboven. Ja. De social media dus. Ja, dat is moeilijk. Hey, en als mensen nou zo'n kastje in de buurt zien en die denken van nou, dat is gewoon een heel lelijk kastje. Ja. Kunnen ze jullie benaderen? Dan nemen ze contact op met de wijkraad. In de Hasselse Post, daar staat het telefoonnummer en het adres waarin wij ze terecht kunnen. En als ze dan zeggen, nou de kastje inderdaad, ja, dat staat een beetje in het zicht. En ook een beetje, kijk als het ergens weggemoppeld is, en dan staat het op, ja dan. Maar iedereen moet er wat aan hebben, de hele buurt moet er natuurlijk van kunnen genieten. Dus een beetje een plek waar het in het zicht is. Dan gaan we daar naartoe, gaan kijken. En dan zeg ik, nou dat is ja, prima kastje. En dan kan dus de persoon die dat heeft aangedragen, kan een buurbon aanvragen. En aan de hand van die buurtbon kunnen we dat project uitvoeren. En ja goed, een buurtbon, ja ongetwijfeld kunnen jullie daar meer over vertellen als iemand contact zoekt. Maar de buurtbon die kun je dus gratis aanvragen bij de gemeente. Ja. Dus kost je helemaal niks. Klopt. En, dat kan online bij de gemeente. Je kunt de buurtbon ophalen bij het gemeentehuis of bij Cultuurhuis hier. Andere plekken, maar je kunt hem ook downloaden als van de website van de gemeente. Het is vrij simpel, je stelt het in, de bedoeling. En de enige voorwaarde is dat het kastje wel een beetje in het zicht moet zijn. Ja, liefst wel. Ja, niet helemaal weggestopt. Want dan, ja. En naast dit soort kastjes met die mooie tekeningen van Jonix zijn er ook andere kastjes. Kun je daar ook iets over? Dat zijn grote kasten, dat zijn eigenlijk een huisjes. Dat zijn transformatorhuisjes die door de hele wijk verspreid zijn. Dat die zijn afgegeven van de kerk, die ziet er niet uit. Joris de Vaarwerk, dat is een bekende graffiti kunstenaar, dat is wel zijn graffiti, maar een hele mooie graffiti. Die heeft die trafohuisjes bespoten. Er komen er meer van nog bij. Nu zijn er vier, maar er komen er nog meer bij. Dat die ook weer mooi zijn. En dat proberen we het onderwerp aan te passen aan de wijk, aan de buurt waar die staat. Zoals hier bij de Schotshorst, daar staat een huis, daar zijn vogels op, roodbosjes en een uil, dat soort dingen weer aan bomen. En overal waar die staat, daar proberen we dus hij dan iets toepasselijks als afbeelding op die trafohuisje te zetten. Maar daarnaast hebben we nog andere, de monumentale eik staat in de route. De plek waar de F-16 is neergestort, zit in de route opgenomen. Die is heel bijzonder. De andere bomen, kunstwerken zijn opgenomen. Dus het is zo, niet alleen de kastjes van Jonix in die wandelroute, maar ook andere interessante punten die we hebben in de wijk. Oké, en die route is 7,6 kilometer, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Als je helemaal loopt, dan is die 7,6 kilometer. Dat is een beetje twee uurtjes wandel is het. En je kunt hem ook in drieën lopen. Het is een beetje een soort ster met drie lussen. Dus je kunt hem ook in drieën knippen en zeg maar, lopen korter.
ene keer die, de route, de andere keer die. En zo hebben we mooie, iets nieuws in de wijk. Ja, en zo blijf je ook lekker fit, denk ik. Dat is ook de bedoeling. Ja, ja. Gezond blijven, je kunt hardlopen, je kunt hem ook fietsen als je wil. Dat gaat ook niet.